Arles staat bekend als een van de mooiste steden van de Provence en draagt de bijnaam het Tweede Rome. Deze naam stamt nog uit de 5e eeuw, toen Arles residentie was van de Romeinse keizers. In de eerste maand na zijn aankomst in Arles heeft Vincent van Gogh vooral dit bruggetje geschilderd. Een beetje oud-Hollands tafereeltje, maar dan in de Provence. Dit is de Pont de Langlois, genoemd naar de toenmalige brugwachter. Hij heeft er verschillende versies van getekend. Met wasvrouwen aan de oever, zonder wasvrouwen, met paard en kar, zonder paard en kar. Het grappige is nou dat dit niet de oorspronkelijke plek was. Eigenlijk lag het bruggetje ietsje verderop, richting het centrum. Maar ja, de plek is eigenlijk niet zo belangrijk. Je kunt er nog steeds van genieten. In de hele stad vind je van deze zuilen terug met een reproductie van het werk van Vincent van Gogh. Dus je kan zo'n hele Vincent van Gogh route volgen. Hartstikke handig. De reproductie en een beetje informatie in het Frans. Dat dan weer wel, chauvinistisch als ze zijn. Maar het knullige is nou dat dit niet echt de plek was waar die ezel stond. Je moet er echt een beetje omheen lopen om duidelijk te zien van hoe die dat nou gezien heeft in die tijd. Een tweede plek die veel bekijkt strekt ligt midden in het hart van Arles en heet Café Le Soir. Toen Vincent die terras schilderde, zag hij dat bij nacht de witte gevel geel oplichtte door de straatverlichting. De huidige eigenaren hebben dit wel heel letterlijk genomen en hebben niet alleen de hele gevel geel geschilderd, maar ook de stoelen, het servies en de parasols zijn geel. Ook midden in de stad ligt de Arena, een van de indrukwekkendste Romeinse bouwwerken van de Provence. Hier worden wekelijks stierengevecht gehouden, waarbij de stier gewoon blijft leven. Nou, dit is niet echt een schilderachtige plek als je het mij vraagt. Echt hartstikke lelijk en ongelooflijk druk. Passé! Maar de reden dat ik hier sta is wel heel leuk, want ik ga iets laten zien. Hier op dit pleintje stond namelijk het gele huis waar Vincent van Gogh gewoond, geleefd, gewerkt heeft. Dan kan je het moeilijk zien, maar hier zijn de twee brugjes. Die kan je nog wel herkennen. Dat achtershuis staat er ook nog. Maar het hele huis is gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heel erg jammer. De wijk wordt er hartstikke lelijk van. Maar daar heeft hij gewoond, heeft hij erg weinig geslapen. Want de nacht bracht hij liever door in de nachtkroeg. Daar heb ik een heel mooi plaatje van, deze. En die nachtkroeg was daar. Die bestaat ook al lang niet meer. Ook plat gebombardeerd. Maar toen zijn grote vriend Gauguin uit Parijs kwam, bracht hij wel weer de nacht daardoor. Want zij dronken nogal eens een drankje. Absinthe, totaal verboden nu. Hallucinerend, geestesverruimend, alles wat je wil. Komt de creativiteit ten goede. Maar Gauguin en Vincent waren grote vrienden, ook grote opponenten. Want die hadden nog wel eens een beetje ruzie. En toen Gauguin besloot om de boel te laten en terug naar Parijs te gaan, zag Van Gogh het niet meer zitten. Hij sneed een stukje van zijn oor af, stopte het in een envelopje en bracht het naar zijn grote vriendin Rachel, een publieke vrouw die een paar straatjes verderop woonde. En zij kreeg een bloedende enveloppe. Ja, het is en blijft een lelijke wijk, maar het verhaal, dat doet het hem, hè?